De temperatuurscontrole. Dit is een van de ontdekkingen van de laatste weken. Florian Vermeers uit de ploeg van Lotto Soudal. Goed, een goede tijdrit neergezet in de Bing Bang Tour. Vorige zondag ook prima op dreef. Allemaal een dienst vandaag van, jawel, uiteraard, ik trap hem op en het woord laten, want het is wel speciaal voor hem natuurlijk wat er gebeurt op dit ogenblik. De mannen van Trek Segafredo met Jasper Stuyven, met ex-wereldkampioen en winnaar natuurlijk van vorige zondag, Mes Pedersen en met Edward Teuns. Ik wil even daar eerst mijn fiets neerzetten, zei hij tegen de steward, en dan pas het podium op. Nee, eerst Caleb Ewan. Florian van de ene, Florent naar de andere, Sénéchal. Allemaal in dienst van de Ier Sam Bennett, de groene trui uit de Ronde van Frankrijk. Hij begint straks aan, normaliter, aan de Ronde van Spanje. U heeft het al begrepen, we laten bij het begin van deze uitzending een aantal kopjes, zoals we dat dan noemen in ons jargon, zien, die hier wel eens een kamp. Dit allemaal als aanzet voor misschien wel een sprint. Nee, weliswaar zeker een sprint. En wat gaat de rol zijn van deze Fransman? Nasser Bouhanni gaat tijdrijden. Lucas Mesgec, u herkent hem uiteraard meteen. Danny van Poppel, zoals gezegd. Stefan Kuhn. Stefan Kuhn, medaille op het... Shelton Scott. En ook wel even een controle, temperatuurscontrole bij een ex-winnaar. Dat is Alexander Christophe. Maar Christophe zal vandaag toch wel werken in dienst van deze Jasper Philipsen. Jasper Philipsen mag vandaag zijn kans gaan. Op dezelfde centimeter hoogte met Ed Valbois van Hagen. Eén man schiet daar bovenuit, Max Waldscheid. Schiet hij vandaag eens boven, mag vandaag sprinten voor de Britten. Max Waldscheid, de grote man, letterlijk en figuurlijk. Kijk wat een beeld, prachtig. Bijna de rest afgezakt. Vrij kleine jongens. Nou ja, ten opzichte van die lange bol natuurlijk is dat niet moeilijk. André Greipel is uit, dat is de vraag. Pascal Akkerman, goed bezig, maar niet superieur. Kees Bol. Ook hier een prachtig beeld met een erelijst, geschiedenis. Hier nooit kunnen winnen. In tegenstelling tot deze man, drievoudig winnaar. En het begon allemaal voor hem in 2007. De grote carrière van Mark Cavendish. Werd uiteraard druk gesolliciteerd voor het begin van deze wedstrijd. En straks zullen we ook wel in deze proberen vandaag toch maar eens een gooi te doen na de overwinning in de Scheldeprijs. Pratend met zijn concurrent uit de Tour voor de start van de Scheldeprijs die om 1:30 op gang werd gevlagd. Onder leiding van de koersdirecteur die ook door het dak van de auto ziet, dat is Scott Sunderland. En zo vertrokken ze met dit peloton rond 1:30 voor een ingekorte wedstrijd. Met lokale ronden in en rond Schoten van iets meer dan 17 kilometer, dames en heren. En dan komen we uit op, dat is heel makkelijk natuurlijk, zou een makkelijk sommetje geweest zijn. Police. Ik ben mondmas. Ah ja. School 175 kilometer. Lokale ronde dus. Niet meer het waaiergedoe, het interessante waaiergedoe vanuit Zeeland, vanuit Terneuzen. Nee, lokale ronde in en rond Schoten. 175 kilometer, 10 ronden. Nou, misschien...
even zeggen dat Nathan van Hooijdonk samen met Elmar Reinders, de Nederlander, een van de eerste aanvallers waren. Nee, de eerste aanvallers van de dag, maar zij kregen geen vrije baan tot dit achttal vertrok met Cavendish, Scheer, McCabe, Wirtgen, Piotr Havik zit er ook bij. Binnen die ploeg eigenlijk maakt het niet uit, maar alleen al had men als teken zijn in de communicatie, want het is toch wel God geklaagd, om het zo uit te drukken, dat hij daar zondag iets kon vertellen waar we allemaal een beetje stil van werden. Ja, aangedaan eigenlijk. Ja, aangedaan. Zeker omdat het, ja, toch, en dat iemand die, ja, nogal vrij nors en hautain overkomt soms, dat hij dan toch laat blijken hoe graag hij in dat peloton is en misschien nog wel zou blijven. Niet echt, die mannen hebben een ganse ronde ervoor gereden met 15, 20 seconden. Dacht, ja. Als ik je even mag onderbreken, dit is mooi, hè? Thanks, ja. Kev. Dus toch... Voor het wielrennen, het cycling dat hij gegeven heeft, want het is wel iemand, het is een persoonlijkheid. Hè? Dan toch iets voor deze man. Het mocht eigenlijk veel meer zijn, vraag mij nog altijd. En data naast elkaar gelegd en deze man kwam daaruit voor de sportkrant L'Équipe als de grootste, niet in de geschiedenis, maar in de Ronde van Frankrijk. Ja, ik kan me dat perfect voorstellen. Nee, natuurlijk, als je gaat sprinters vergelijken die klassiekers gewonnen hebben, of het op een andere manier doen, of het na 250 kilometer doen in een zware koers, dat is een andere manier van sprinten. Maar als je de gewone, pure sprinter, de pistier sprinter zoals men dat vroeger... naar links en kijk naar rechts. Het is nu niet zo moeilijk om vandaag in deze omstandigheden mensen te ontwarren.
en te zoeken in het publiek, maar hij heeft alles gezien. Ja, het is heel raar, maar ik heb hem hier al een paar keer als eerste zien voorbij komen. Ik dacht, Chijn, doet hij dat nu gewoon, want er staat geen publiek. Uh-huh. Maar hij passeerde wel als eerste over de streep. Misschien is dat een soort kick. En ik wil graag toch nog de laatste 30 kilometer halen? Of, Ja, misschien ook wel gezien zijn palmares dat hem zoiets heeft van ik ben hier kapitein de route. Zo'n beetje als ik vraag om rond te draaien. De auto gaan fietsen en is uit de wedstrijd gestapt. Ja, je vraagt jezelf af. Ook gisteren bij Karel in het programma met Peter van Petegem en zo. De brui aangegeven en de pijp aan Maarten. Casper Pedersen, winnaar van Parijs-Tour, afgelopen zondag is uit de wedstrijd gestapt. En heel opvallend, of misschien ook niet, vraag hoe jij dat bekijkt. Mes Pedersen ook, de winnaar van Wevelgem, ex-wereldkampioen, heeft hier een paar rondjes meegereden. Liet zich dan wat uitzakken. Even bij... Ja, absoluut. Tussen zondag en zondag zitten toch nog 5-6 dagen. Je moet toch ergens nog een beetje inderdaad trainen. Dus, ja, inderdaad. Ik begrijp het inderdaad niet helemaal. Nee, je bent hier dan toch. Hè, vooral omdat je dat... je bent x aantal uren daarmee bezig. Je komt niet met je eigen wagen naar hier. Je komt eventueel met de autobus naar hier. Misschien dat hem van hieruit nog een stuk training gaan doen is op zijn eentje. Om te... Of een goede Zdenek Stibar training. Maar dan wel de juiste natuurlijk. De juiste trappen. Niet missen, geen nul bijzetten. Ja. Dan ga je alleen voor het geld koersen en dan is er iets weg. En daar moet je voor oppassen en dat is hetgeen dat Scheer nu eigenlijk als voorbeeld laat zien dat het ook zo nog kan. Dat het zo nog kan, ja. Heilige vuur er nog is. Ja, en dat je daar dan toch op een bepaalde manier... Een zondag ook. Aan de andere kant bewijst het, en vooral ook zijn tranen, dat de liefde voor de fiets nog altijd intact is op zijn leeftijd. Want anders dan ween je niet en ben je niet zo gepakt van de emotie. Helemaal. Dat zijn de echte... Helemaal. Renners die stoppen op een 34e, 33e, 32e, soms op een 35e. Dat gevoel kunnen bezorgen van hun laatste koers op een 30 jaar. Mm-hmm. Tartaletto. Man hebben hier een paar sprinters van het... Tweede garnizoen, zullen we maar zeggen. Ja. Met Wouters en met Michael van Staaien. Vorige zondag een DNF achter zijn naam. Did not finish. En wat voor vandaag? We gaan eens even... Still in Belgium to win this race, I suppose. Funny, what is it?
we'll start again. Caleb Ewan, you want to win this race, I suppose, before you go back to Australia? Yeah, of course. I'm not going to go back to Australia after the season, but yeah, this is going to be one of my last races for the season, and yeah, always you want to end on a good note. So this is a really nice race for the sprinters, and hopefully, yeah, I can do well today. Do you stay here in the winter? Not in Belgium, but in Monaco where I live. So yeah, I'll stay in Europe for the winter. How is this season for you? You have won two stages in the Tour. That was okay. But there are not enough chances for a sprinter, of course, in this year. Yeah, I mean, there hasn't been so many opportunities. But yeah, you know, I'm happy with how the season's gone so far. You know, I think a Tour stage win really can make a season. So I'm happy with how that went, and it would be nice to have a classic as well in the winning list for this year. And this is a race for a sprinter to win, of course. Yeah, for sure. You know, I think with circuits, it's not too far, it's not too windy, and it's flat, so it should be a sprint. Thank you. Hij heeft ook de driedaagse van de pannen aan zijn agenda toegevoegd. En hier een beeld van Patrick Lefevre, die naar de koers aan het kijken is, met mondkapje aan, zoals het hoort, uiteraard. En op deze manier kan het. Men heeft het zondag bewezen in Gent-Wevelgem. Dan vind ik dat we dat met z'n allen moeten opvolgen. Uiteindelijk, als je dit seizoen gaat overschouwen, dan is ASO toch weer de slimste leerling van de klas geweest. Hè? Want zij hebben een Ronde van Frankrijk kunnen laten doorgaan in omstandigheden die haast vergelijkbaar waren met die van andere jaren. Veel publiek, en dat is een moeilijke... organisatoren die het wel willen doen en daarbij geld verliezen en geld bij insteken zelfs. Degene die nu organiseren, is nooit iemand die daar een euro aan overhoudt. Dat is eigenlijk alleen maar bijleggen. Zelfs de mensen die nu een cross willen organiseren, dan moet je een spaarpot hebben. Hè. Het zijn de mensen die eigenlijk koersen kunnen... Ik weet niet, was het altijd echt geniaal. Ja. Met de overheid. Als de overheid zegt, als de regio's zeggen het gaat niet door, dan gaat het niet door. Dat is dus, ja. En dan moeten we dan ook met z'n allen gevolg aan geven. Ja, want de beslissing is pas genomen nadat de Franse minister van Volksgezondheid en de prefect van de... Hier weer het peloton onder leiding van de mannen van de Emiraten. De Emiraten vandaag met Alexander Christophe, een ex-winnaar van de Scheldeprijs. Van meerdere klassiekers uiteraard. Van Vlaanderen, hè, 2015. Van San Remo, een jaar eerder. Wevelgem vorig jaar op zijn naam. Hamburg. En dan heb ik het nog niet over de tig keren Frankfurt. Op afkomt in het zicht van de camera's. Met Christopher Juliensen. Groesdev, zoals gezegd. Wirtgen. Hier het peloton op een halve minuut. Onder leiding van de Arkeas. Die op rechts ook naar voren. Ja. Het is gedaan. Ik denk dat hij inderdaad laat gaan... Hij voelt dat dit geen zin is. Elysée, winnaar van de groene trui. Hier nemen we afscheid van Mark Cavendish. Pannen. Zou dit het definitieve afscheid zijn of niet? Vanochtend voor de start
Ja, ik weet niet, misschien een of ander team na een heel goed gesprek met deze man. Mark Cavendish gewoon als, hoe zou ik het zeggen, daarmee omgaan en doen alsof ja, hij is goed geweest. Kijk, en we moeten dat... Met respect van Guillaume van Kersbeuk. Voilà, ja, die hebben elkaar gekend, die kennen elkaar wel. Ja, want natuurlijk, als je die kan kloppen en verslaan, daar gaat het uiteindelijk om in deze sprint met heel wat ego's. Onthoud ik in een sprint die vrij agressief. De uitgelezen man die, ja, die het hier moet doen en die hier ook wel al een paar keer een prijs. Ja, zo gaat je carrière voorbij. Stibar zijnde. Ja. Niet mee naar de ja. Tour. Mm-hmm. Een jaartje dit, een jaartje zo. En dat is dan, dan denkt iemand, ja, dat dat nog beter geweest voor mij. Ik lees ergens in een krant, Mats Petersen was misschien eigenlijk nog beter voor Parijs-Roubaix. Wie weet wat het voorjaar ons brengt. Ook dat is een vraagteken natuurlijk, want dat werd tussen de lijnen ook gisteren bij die persconferentie van de Ronde van Vlaanderen. Zien hoe lang we met dit verhaal al bezig zijn en waar we uiteindelijk staan. En nog gaan bezig zijn. En nog gaan bezig zijn. Dan ja, daar zijn we de eerste maanden zeker nog niet van verlost. En als we dan al die richting met Akkerman, Christophe, ja, Jasper Philipsen, Merlier, Bo Walscheid. Ja, dat zijn toch de mannen die, het, ja, die hier op het eerste plan kunnen komen. En daar zou ik hem toch bij zijn. 20 jaar en 18 dagen. Het gebeurt daar aan de stoeprand aan de rechterkant. Oh, hij komt dan wel heel achterste voren te liggen. 20 seconden. Oh, en hier een val. 200. 22. Dat is Grandin. Donovan Grandin. Een van de jonge gasten bij Arkea. Aan de zijde ook van Clément Rousseau. Wat en ook die... wel een goed aanvalletje van... dat weet hij toch, hè? Ja, ja, denk ik wel. Hier de bel voor het ingang van de laatste ronde voor Lewis Askey. De jonge Brit van Groupama FDJ. Demar, zijn ploegmaat, gewonnen heeft vandaag in de Ronde van Italië. Het peloton onder leiding van... Jasper Stuyven aan de buitenkant, in dienst van Edouard Teuns. Ja, dat is voor straks. In... Continentale ploeg uit Denemarken. Ja, eigenlijk was dat Kopenhagen, hè, dit jaar, volgend jaar ook niet, uitgesteld als Deens team om die grote te nog eens aanvallen. Piotr Havik. Ja, een man die bij de jeugd er eigenlijk beeld en, achteraan. Ja, mooie statistiek ook, omdat we het hadden in het begin van de uitdelde wattages, bijvoorbeeld van een Jasper Philipsen. Rond de 200 watt in deze, ja, dat is niks. Hè. Ja, en ondanks alles toch 48 per uur. Hè. Mm-hmm. 48. Ja, zwaar. De... Dat is een brommer. Voilà. Maar dat is nog niet zo snel als een van de meest memorabele laatste 20 kilometer die we ooit gezien hebben in een wedstrijd. Frank van VDB in 96. Ja, inderdaad, ja. Hier 20 kilometer. Er is dan ook over hartslagen gesproken van hoe was het, 220 ja. Of zoiets allemaal. Allee, men sprak niet over wattage, maar men sprak vooral over een... Lombardi zat erbij, Aldag, Adrie ook nog, denk ik. Ja. Fenomeen. Relatief weinig, of eigenlijk te weinig, samengereden in de trein om die perfect op de rails te zetten. Ja, maar dit is er ook geen... af en toe. Ja, dit is geen toesprint, hè.
Dat scheelt toch wel een pak. Ja, een paar VIP's nog genodigden. Wat verzorgers, mechaniciëns en verslaggevers. Mensen die moeten werken. Terwijl het hier anders wel een leuke kermistijd is. Ja, ik herinner mij, maar dat is dan wel al heel lang geleden. Vooral de VIP-tent en het VIP-gebeuren. En jij herinnert je dat nog? Dat herinner ik me nog, ja. Tijd, iets wat verrassend, want Mesgetch, als je kijkt naar zijn... Dat is meteen een jongen die niet zo fel opvalt natuurlijk, maar we hebben het nog even opgezocht. 4 keer top 10 in de Ronde van Frankrijk gesprint. Dus ja, dan kan je wel wat natuurlijk. En 2 keer tweede in die ritten die gewonnen werden door Søren Krah Andersen. Ben je een goede coureur? Een goede coureur. En ja. Mocht het bergop aankomst zijn, dan... Af en toe loopt het een keertje mis wanneer bijvoorbeeld een Tim de Klerk of niet aanwezig is om de boel goed te regelen. Hè. Maar hier vandaag weet je van voor je vertrekt... Zo is het. Dat je wordt tegen... ja. En toch rijden ze weg. Waarom rijden ze pas echt afvragen wat rij ik hier nu eigenlijk te doen? Op die manier zetten ze wel hun eigen ploegmakers in uit de wind. Hoeven niet te rijden, ze rijden in beeld. Ja, Piotr Havik is net hetzelfde. Hè. Hier heeft hij een patent op. Zwaar. Proberen zo lang mogelijk aan te dringen in de finale. De laatste 10 kilometer... Piotr Havik. Ik ga er nog eentje bij zetten. Half dan de Dekker. Ja. Man uit de... van Kittel, die dan een paar weken, 2 maanden later in de Ronde van Frankrijk, op zijn slippers, ik zie het nog voor mij, bij de Duitsers kwam vertellen: ik twijfel aan mijn carrière, wat ik ga doen, word ik commentator, ga ik misschien toch nog eens proberen, praten met Katyusha. Ja, klopt helemaal, dat was een beeld dat... Absoluut. Maar had het soms mentaal toch moeilijk ook, Kittel, hoorden we bij de ploeg Lefebvre, wanneer een Gaviria kwam van, ja, het is toch voor mij. En, ja, maar je kan een ander programma rijden. Jullie komen elkaar nooit tegen. Vertrouwen in ieder. Maar soms niet moeilijk. Sprinten die je nooit verwacht. En die er minder te zoeken hebben? Of bedoel je dat ook? Ja. Nee, ja, dat mag je niet zeggen. Hè? Nee. Iedereen heeft zijn plaats. En iedereen mag daar proberen meedoen. Maar waar achteraf blijkt dat ze daar op 1,5 kilometer voor de streep niet meer hadden moeten. Uitgevoerd op kop van het peloton. Bert van Lerbergen is de laatste man. Ja, Ricard voor Merlier uit. Zitten daar in de buurt van Laporte. De mannen van Cofidis, 2 kilometer. Bert van Lerbergen is de laatste man voor Sam Bennett. En Frederik Frison die kijkt achterom. Beste Caleb, waar zit je? Caleb heeft het wiel gekozen van Jasper de Buist. Toch nog altijd 2 man voor zich uit. Met de Bora Boys die nu komen in dienst van Pascal Akkerman. Die lijken numeriek nog in de meerderheid. Als je het daarover hebt, moet je ook zeker Trek Segafredo gaan noemen. Met Tom Skuens aan de leiding. In het wiel van Skuens zit Jasper Stuyven. Natuurlijk voor Edouard Teun. In de tweede rij eigenlijk, in de tweede lijn. Vreemde situatie. Mannen van Boren laten een paar man passeren. Dat, eigenlijk... dat prima doet met nog een ploegmaat in zijn wielen. Als sluitstuk dan Tim Merlier. Merlier met de trein van Lotto, die is een beetje uit...
uitdrukken, maar de overwinning toch wel voor deze Caleb Ewan. Ja, en eigenlijk geen concurrentie, José. Nee. Philipsen die daar een klein beetje aan de kant werd gezet, die daar nog een beetje ging. Hier nog een laatste beeld van Mark Cavendish. Wordt dit de laatste koers of niet? Kijken, wordt hij gewoon door Burghardt en co. omgeven. Ah, wat gaat hij doen? Hij trekt zijn kaderplaatje af. Hij zou dat dan toch kunnen wijzen op zijn laatste koers, dat hij dat wil bewaren, nummer 21. Dit ga ik niet afstaan, redeneert hij. Dit pak ik mee naar whatever, waar hij woont. Want hij woont in Italië, in Engeland, het eiland van Man. Ja. Beetje ingesloten, maar ja, ik weet niet wat dat is. Garcia Cortina die tegen de grond is gegaan. Dat is een man voor de Ronde van Vlaanderen. Hè? Ja. Ja, was goed, goed op dreef. Super bruske beweging. Hij komt wel natuurlijk. Mm-hmm. Hij zit met het hoofd in de grond te sprinten en probeert zich nog, voelt ze allemaal over zich heen walsen. En probeert toch nog te maken wat er van te maken is. Maar hij maakt inderdaad die beweging en men zit nu eenmaal in dat verhaal van niet van de je lijn afwijken. De context van dit jaar. Absoluut, de scherpe. Absoluut, ja. Kijk hier. Generatie, Greipel, Cavendish. Deze mannen hebben Histoire Vlaanderen. Oeh, die ligt. Oh, die jongen van. 20 met 10 overwinningen. Hè? Dat helemaal niet. Het heeft een paar jaar geduurd. Maar het heeft daar nog wel een hele tijd aangehouden. Cavendish rijdt hier over de streep samen met zijn ploegmaat Luca Pibernik. Voilà, even over de streep. En letterlijk terugkeren. Is dit het einde van zijn carrière? Ja, vanaf zien we daar. 91. Van Delco, Nipo Delco. Maar Philipsen, denk ik, een klein beetje te lang gewacht. Felicitaties van Fred Frison. Straks zeker nog eens in de slow-mo. Nicolas Maas ook. Een klassieke overwinning eraan toe te voegen. Caleb Ewan, en het is gelukt. Congratulations. This is a victory on your level, like in the Tour de France. Yeah, you know, it's a really big race, and you know, especially for sprinters as well. So, you know, it's the first time I've done the race. And yeah, you know, I wanted to come here and we were really motivated, and I know it's really important for the team to have a big win in Belgium. So, you know, I'm happy I could deliver that for them, and yeah, I'm super happy with this win. Can you describe the last K for us? For me, it wasn't too bad because, you know, I was up near the front the whole time. My team did a super good job, and I was up near the front out of all the trouble, and I think I saw when I was watching TV then a crash in the last part, and, you know, we know it's quite a crazy sprint, so... You know, I just wanted to be up the front out of trouble, and that's what the team did for me. They call this the World Championships of Sprinters. Do you agree? Yeah, I think, you know, it's probably, you know, up there with one of the biggest sprint classics there is. And yeah, I haven't won a classic of this level in Belgium before, so, you know, it's super nice. What does it mean for you to win here in Belgium, this Schelde Prijs? Is this important for the team? Is it important for you? How do you see it in this difficult season? Yeah, you know, it's really important for me, and, you know, it's, to be honest, I think it's even more important for the team. You know, we haven't had a win in a classic at this level for a long time in the team, so, you know, I think they're going to be really happy, and yeah, like I said, you know, it's my first time here, and now my first win, so I'm super happy to have this in my palmares now. You showed yourself just like the pocket rockets, like Mark Cavendish used to be in 2007. Yeah, you know, I'm really happy with my sprint. You know, I felt really good, and you know, I think I started a little bit earlier than I was thinking of doing. But you know, I got a good jump on the rest of them, and yeah, I could keep powering all the way to the line, and yeah, I won by a fair bit, I think. Congratulations once again. Thank you, Caleb Ewan.